Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie kijken naar de 299ste aflevering van die Hunger Games. We gaan vandaag lekker spelen. We gaan natuurlijk kijken of we vandaag meer dan één win binnen kunnen slepen. Of wij gewoon gaan rekken of dat we gerekt gaan worden. Mensen, bedankt voor alle reacties en likes die zijn achtergelaten op de vorige video. Mocht je nou benieuwd zijn of ik op jou heb gereageerd, check nou eventjes de vorige video. Dan kom je daar heel erg snel achter. En als je toch bezig bent, dan kan je natuurlijk alvast op deze video een like aan klikken. Wat ik alvast kan gaan vertellen is dat ik op de meeste reacties van hoe protection werkt niet heb gereageerd. Omdat ik dan technisch gezien telkens hetzelfde op iedereen moest reageren. En daarom doe ik het even gewoon in de video. Mensen, bedankt iedereen die heeft geprobeerd mij daar een goed antwoord op te geven. In ieder geval op dus hoe armor werkt. Alleen ik heb er vrij weinig aan gehad. Aangezien het niet zo makkelijk is als iedereen denkt. Ik werd namelijk ook nog doorgelinkt naar een ander kanaal, Crumble Rumble, of Rumble Crumble. In ieder geval is ook iemand die op Hypixel speelt, een MVP. En die had een video gemaakt over hoe protection werkt op Hype, of in ieder geval hoe het gewoon in het overal hoe het gewoon werkt. En ik heb die video bij hem gekeken en hij beweerde dus ook van één protection is dan een half armor barretje erbij en dit en dat en zus en zo. Doordat ik in de reacties even ging kijken, want ja, het is altijd even handig om reacties te bekijken, wat kijkers zeggen en hoe, noem het allemaal maar op. En toen al gauw zag ik in één keer daar staan van, dat kijkers zo zouden van, wacht eens even, kom eens even hier. Dan hadden kijkers heel snel zoiets van, kom hier. What the freaking hell, kom hier. Toen hadden kijkers heel snel zoiets van, gast, ik weet niet wat je aan het vertellen bent, maar het klopt geen moe van wat je aan het vertellen bent. Want hij zei dus ook van, ja, armor, dat geeft dus een half armor barretje erbij. Dus als je protection 2 hebt, dan heb je al een extra armor barretje erbij. En dit is weer, staat weer gelijk aan zus en dit staat weer gelijk aan zo. Dat het helemaal niet klopt. Natuurlijk, ergens zou het vast ergens gelijk in hebben, weet je, dat iets beter is dan wat. Alleen hoe het precies werkt, ik heb er nog steeds geen duidelijk antwoord op kunnen vinden. Ik heb het ook gegoogeld hoe Minecraft Protection werkt, serieus. Ik dacht, weet je, ik wil het toch ook gewoon weten. Maar het is niet zo simpel als iedereen maar denkt. Het is echt een stuk lastiger dan hoe het eruit ziet. Jammer genoeg, want ik had graag gehoopt dat ik in deze video zo zat van, oké, ik weet nu wat beter is, dit en dat. Alleen zoals nu ook, ik heb dus nu wel Protection Gear in mijn inf. Maar of het beter is, ja, de een zegt het is 0,75%, de ander zegt het geeft een half armor barretje erbij, de een zegt van wel, de ander zegt van niet, ja, weet je, wat moet je? Ik vind het heel erg lastig om hier nu een keuze uit te maken. En de een zegt, ja, protectie werkt niet als protectie, want je bent volledig beschermd erdoor of wat dan ook, en de ander weer wel, en een weer zus, de ander weer zo. Er zijn heel veel verhalen wat eigenlijk rondgaan hierover. En dat maakt het wel echt pittig lastig om een goede keuze eruit te maken. Dus ja, ik heb ook heel veel verwarring opgeroepen. Zag ik ook in de reacties aangezien. Nou, de mens maakte geen ruzie erin. Alleen iedereen had wel een beetje zijn mening erover van, nee, het hoort zo en dit hoort zo. En heel veel mensen die weten het eigenlijk gewoon zelf ook niet. En dat is helemaal niet erg, want iedereen probeert elkaar natuurlijk gewoon te helpen. En het is wel grappig om te zien dat ik dus nog niet eens een hele grote Minecraft noob ben. Want het 0,75%, wat op zich heel logisch klinkt per armor stukje. Ja, of dat waar is, je kan het eigenlijk nergens nachecken. En heel veel mensen zeggen dat het niet waar is. Heel veel mensen zeggen ook het is 50%. Iemand anders zegt dat het zelfs nog minder procenten is. En noem het allemaal op. En zo ja, is het toch keer op keer iets wat pittig lastig is. Terwijl deze kerel niet goed aan het spelen is. Dankjewel. Kunnen wij nu hier als goed is een stone sword oprapen. Dankjewel. Gaan wij nu meteen door naar de kerk om te enchanten. Maar goed mensen, dat was eigenlijk hetgene wat ik even over het enchanten, over het protection kwijt wou. Natuurlijk, als ik in één keer een ladder body vind met protection 4 en ik heb een gold body, trek ik een ladder body aan mijn protection 4, want dat lijkt me sterker. Maar zoals nu ook, ik heb dus nu protection 1 in mijn inf en ik heb een gold body. Ja, wat is dan beter? Weet je, wat is dan beter? En misschien dat het wel zo is hoor, dat het 0,75% is, alleen het wordt gewoon door zoveel mensen gezegd van nee, dat is niet waar. Ik zoiets heb van, ja, ik weet niet wat ik moet geloven, dus ja, helaas. Maar ja, maakt helemaal niet uit, we gaan zo lekker focussen op die game. Ik heb protection op mijn leggings gekregen, voor de mensen die zich afvragen. Duffy, waarom is je leggings en niet je body? Ik ben altijd bang dat ik op gold een breking krijg, aangezien het natuurlijk een minder goede durability heeft. Dus daarom, oh, hallo meneer. Enchant ik vaak, ja, Jamil. Of het nou een broek is of een body, ik enchant het gewoon. Kom tevoorschijn meneer. God damn it. Oh man. Dit is zo falend. Ik ging zo ontiegelijk lekker. Doordat hij me naar beneden schoot. Waardoor ik heel veel HP verloor. En hier en daar. God damn it. Mensen. Ik zie jullie weer in het volgende potje. Goed mensen. Daar ben ik weer in de map Egypt. Het vorige potje had natuurlijk gewoon een win moeten wezen.
Alleen, ik was ook wel erg dom bezig achteraf dat ik natuurlijk op dat blokje ging staan weg bij de leaves. En ja, dat was natuurlijk niet echt slim van mezelf. Maar goed, maakt verder helemaal niet uit. Nieuwe poging, nieuwe kansen. En ja, het vorige potje had ik moeten winnen. Echt eens gezien. Want ik dacht dat ik het wel aankon. We gaan in ieder geval focussen nu op deze game. Let's freaking go. En we zullen wel zien hoe het gaat. Ik heb weer de Armor Kit gekozen trouwens om mensen alvast om in te komen natuurlijk voor morgen en voor de Old School aflevering. Nee, is gelukt. Ik vind gewoon de Armor Kit vind ik zelf gewoon heel fijn voor het geval. Zoals nu ook, ik heb nu een helm en ik heb schoenen. Ja, en vaak wat je wel krijgt in de game is natuurlijk een body. Alleen is het gewoon een leather body zonder enige protection erop. En als je natuurlijk dan een leather body invult met protection 1 erop, nou ja, dan is de keuze simpel gemaakt. Luffy, wat blijf je toch lang hangen in protection? Ja, is ook erg lastig. Als het nou zo makkelijk was als sharpness, want het is 0,75% meer per enchant. Ja, oké, dan had ik er wat aan, maar... Zo simpel is het helaas niet. Oké, we hebben lekker wat spullen. Is iemand achter me? Nee, oké, dat is goed. Laten we deze nog even openen. Niks boeiends eigenlijk. Moet die bottle even op de grond. Meteen even de invoed zetten, want ja, we hebben daar nu toch tijd voor. Eten daar, hop, hop. Oké, dan. Dan gaan wij eens kijken of wij... Daar zien we zo iemand. Oké, voor mij heeft deze een stone sword, of niet? Ja. Oh, cactus. Don't do that to me, cactus. Oké, dit was toch nog pittig lastig. Had ik niet verwacht eigenlijk, zeg ik heel eerlijk. Dat ik nog zoveel moeite had om een kill te maken. Maar goed, maakt niet uit. Uiteindelijk is hij dood en ik leef. Het enige probleem nu was dat ik erg low ben. En ik wil gaan enchanten. Gewoon nu meteen. Er leven nog 18 mensen. Het is misschien een beetje een gekke opgave om te willen enchanten nu. Terwijl er nog zoveel mensen leven. Maar ja, living on the edge. Toch? Gewoon een beetje voor met risico's de game spelen. Bijzonder zou ik nu bij de spawn dood ga. Even kijken, zit er iemand? Er zit voor mij wel iemand. Oeh, ja, er zit iemand. Oké, dan. Die zit nog in kisten te kijken. Waarom? Oké, die rent weg. Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Ren maar weg, ren maar weg. Dan kan ik namelijk Charmers erop halen. Kijk aan, hoppakee. Doe dit ook meteen even goed neer zo. Oké, dan. Ja, hij had geen wapen waarschijnlijk. Daarom rende die weg. Op zich, als hij wapen had gehad en had mij aangevallen, had hij mij kunnen killen. Aangezien ik nou niet echt het fantastische HP had, maar heeft niet gedaan. Daar ben ik er op zich wel heel blij om. En hem ook wel een beetje dankbaar voor. Want ja, daardoor leef ik, heb ik Charmers kunnen halen. Wordt het alleen maar leuker voor mij. Terwijl hij hier nu de bocht omgaat. Hallo meneer. Do you want to fight with me? Oh, mevrouw moet ik eigenlijk zeggen. Dank u wel. Dus zoals nu, heb ik dus nu een gold leggings gekregen. Ja, is het beter? Werkelijk waar, no single clue. Maar we trekken hem gewoon aan, omdat wij denken dat het beter is. Wil je iemand zien rennen met... Hoppakee, Duffy is de cleaner, Duffy is de cleaner, la 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 la. Duffy is de cleaner, Duffy is de cleaner, la 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 la. Vandaag ben ik echt gewoon de cleaner. Ik weet wat hier nu namelijk allemaal op de grond ligt, mensen. Die Enchanted Chain Shizzle hier, dat is namelijk van de kit die kerel had met al die skeletonies en noem het allemaal maar op. Dus het ziet er allemaal heel speciaal uit, maar technisch gezien is het dat allemaal niet. Dus we laten voor de rest ook de boel gewoon lekker liggen. En wij gaan door, want we hebben namelijk... Oeh, hier is iemand. Hallo meneer. Dat is niet zo slim van je, jongen. Oké, wij gaan ondertussen door. Ik weet dat ik weer spullen heb laten liggen, mensen. No worries, maar... I have to go. I have to go. I miss you so. Ik trek eventjes deze body aan. Zodat ik nu mijn iron body in mijn inventory heb. Waardoor ik die dus kan enchanten. En dan weer die aan kan gaan trekken. Hey, Duffy, slim. En nu heb ik tenminste wel een body aan. Dus voor het geval dat heb ik tenminste wel body met protection aan. Ook daar al mensen zie. Kom op. Protection 1 zit erop. Oké, dan. Wat staat hier eigenlijk op? Protection 2. Ja, kijk, dan is weer de vraag. Wat is beter, wat is niet beter? Maar goed. Protection hier ook op. Oké, dan. Let's freaking go. Ik zie hier iemand in mijn back zitten. Er leven namelijk ook nog maar 6 mensen. Die hebben zoiets van... We willen de damage halen. Maar op dit moment heb ik een zeer goede gear. Laat willig zijn. Ik heb... Oeh, je vuile snitch. Oeh. Ai. Oké, die rent weg. Wat gaan deze mensen hier doen? Dan zal ik ook even de vraag. Wat gaan deze mensen hier doen? Oké, hij heeft nu speed. Ja, rem maar weg, jongen. Rem maar snel weg. Goed, zo blijf ik maar springen trouwens. Dat vind ik ook wel fijn. Maar als je gewoon lekker blijft springen terwijl je speed hebt. Doe maar. Wordt je afstand ook niet zo heel groot. Hoppatee. Oh, nu heb ik wel ver gehit. Shit, hij heeft nog 7 HP. Dat is best veel eigenlijk. Hoe dan? Hoe dan? Waarom lukt mij dat nooit? Oh, hier komt ook weer iemand. Oké, we hebben nu speed. Go. Oh, kom hier, jongen. Kom hier. Kom hier. Oké, man down. Ik denk dat deze vent de cleaner is. Maar dat denk ik vandaag niet, jongen. Ik denk het vandaag niet. Oeh, oké.
Goed, dit is weer een lekker een keertje een Rambo shizzle maar dan is. Ik weet mensen dat er hier chain leggings liggen. Ik zou dat technisch gezien ook nog... Oh, ik heb niet eens mijn protection leggings aangedaan. Wauw. Oké, okay, het is toch nu even een soort van druk wat van je afvalt dat je toch heel veel kills hebt gemaakt. Goed, ik heb nu de chain leggings in mijn inf. Ik kan natuurlijk proberen om hier nog even protection op te gaan krijgen. Kan ik ook nog snel schoenen gaan doen en ook nog snel een helm gaan proberen. Ik heb toch genoeg levels. Projectile. Kom op, één leveltje. Protection, schoenen. Protection. Oké, okay, doe ik rustig in de damage aan, heb ik nog alle tijd voor. Dus we hebben hier nog een keer extra protection. We hebben hier nog een keer extra protection. We zijn volledig geprotect met sharpness tegen iemand met, nou ja, normale gear. I'm ready for it. Ik hoop hij ook. Ik heb Town Fast ready. Die gaan we op de laatste seconde callen. En dan gaan we kijken of we hier een win binnen kunnen slepen. Let's freaking go, meneer. Easy win. GG, motherfucker. GG, hoppakee. Toch alweer een win vandaag binnen. Tweede potje, of eerste potje geval. Tweede potje win. Niet verkeerd. Hoeveel coins gaan we krijgen met 8 kills? 1091. Yes. Mensen, ik zie jullie weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Cthulhu Island. Natuurlijk gaan we hier ook kijken of wij hier weer ver kunnen komen. Misschien is dat beter om te zeggen in plaats van te zeggen we gaan voor de win. Maar we gaan stiekem wel voor de win natuurlijk. We moeten nu een kit gaan kiezen. Ik heb 2 potjes met armor kit gespeeld. Ik vind het dan toch ook wel weer een keer tijd dat we toch ook de wolf themen kit weer eens een keertje gaan gebruiken. Want ja, waarom niet? We hebben toch, dat is toch mijn hoogst geüpgrade kit. Oh, Duffy is slecht. En ik heb een naam. Ik vind het een leuke kit. Nou, iedereen moet lekker spelen met de kit die hij zelf natuurlijk leuk vindt. En ik vind de wolf themen op zich vind ik een hele, hele fijne kit. Dus wij gaan lekker daarmee spelen. En wij hebben, nou ja, toch wel wat lekkers eten gekregen. Een rauw kippetje. Mogen we weggooien? Oké, wij gaan naar links. En dan blijven we volgens mij helemaal naar links rennen. Of nee, we gaan even dieper nog naar beneden. Dan gaan we naar links. Dan weet ik in ieder geval een kist te vinden. Ik weet namelijk dat hier beneden gaan mensen altijd springen en elkaar slaan. En weet ik veel wat allemaal. Wij gaan hier in ieder geval even een... Oké, zit iemand in mijn back? Oké, kan ik deze vent aan of niet? Nee, dat gaat me niet lukken. Oké, dit is erg vervelend. Hij had namelijk een soort, ik niet. Ik had wel een beetje armor aan, maar dat is niet genoeg. Ja, wij moeten HP regenen. Dit moet allemaal ook gewoon nu in één keer goed gaan. Dus we leven met iets meer druk op ons. Maar goed, maakt mij vrij weinig uit. Doei! Hoppakee. Wij gaan gewoon naar dit eiland toe, hero. Hoewel daar ook alweer iemand was, dus wat dat betreft is het wel vervelend. Volgens mij ook niet. Ik weet het eigenlijk niet. Oké, hij blijft daar boven, mooi zo. Kunnen wij namelijk hier naar boven gaan om te gaan looten, want daar zit ook namelijk nog allemaal spullen. Dat weet ik toevallig dus. Ach, hè. Oh, wacht, er zit wel iemand. Shit. Er zit dus toch iemand. Ik dacht van, hé, er zit toch misschien iemand, maar dan zag ik het wel goed dat er wel iemand zat. Ah, maakt op zich niet uit. We hebben toch wel even wat geertjes om Madenis allemaal gekregen, dus we kunnen ons eventjes een beetje erop gaan voorbereiden. Hop, hop, hop. Stiksels heb ik allemaal vast mee voor het geval dat als ik nog een iron ingot vind, dan kan ik een iron sword maken natuurlijk. Dus vandaar dat ik die alvast bij me heb. Dan heb ik ook de sticks bij me. En het enige wat we dan moeten is een workbench vinden, maar dat moet te doen zijn. Terwijl we hier iemand hebben die totaal volgens mij niet op zijn kompas aan het letten is. Die gewoon zoiets hebt van, oh zolang ik maar naar boven kom vind ik alles goed. Nou, voor mij mag je. Maar als ik je tegenkom, ik maak je wel af, jongen. Hey, vriend. Hey, vriend. Vriend, je bent dood. Oh, dankjewel voor je scout potions. Oh, en je armor. Niet verkeerd. Wij rennen. Ja, eigenlijk is dit een... Oh nee, wacht, we gaan deze kist openen. Ik wil zeggen, eigenlijk is het een hele grote waste wat wij gaan doen. Maar we gaan het ook gewoon niet doen. Ik wil eerst die tower in gaan rennen om daar ook nog kisten te gaan openen. Maar, ach, weet je. Vaak dat. Ik geloof ook... Nou, ik wil toch deze kist even bekijken. Er zit eten in. Nou ja, niet echt heel... Oh my god, heel boeiend. Maar ja. Maakt verder helemaal niet uit. We hebben toch eten en we moeten er blij mee zijn. Want stel je voor dat we nou in hongersnood komen... Wij tenminste eten. Oké. Oeh, daar heb je met een gold body en een stone sword. Of een, nou, heeft in ieder geval een boog. Nou, gaat op mij schieten. Hit. Oké, gold body en een stone sword. Oké, hij gaat mij daar blokkeren dat ik het land niet op kan. Oké, dus we hebben bij deze kant op. Heel simpel. Wens ik je eens veel succes met name. Oh, hij is pas daar. Oké. Oh, ik heb een arrow in de knee. I took an arrow to the knee. Oh, wacht, hier heb ik ook een keer mensen, joh. Nee joh, are you kidding me? Deze vent had ik sowieso moeten hebben. Maar goed, ik heb al een tweede kans gehad dat ik nog had overleefd van het begin. Dus wat dat betreft, ja. Oké. En hij heeft hele goede gear hier liggen. Dus ik denk, als hij doorgaat met HP regen, hij de game wel eens kan gaan winnen. Mensen, ik zie jullie natuurlijk weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik dan in de map Cattle Drive. We gaan natuurlijk kijken of we dan hier...
nog wel een win op kunnen halen. Zou natuurlijk eerst een potje hebben verloren, tweede gewonnen, derde verloren, vierde gewonnen. Ik vind het een zeer goed idee. Ik neem lekker mijn Blazekit, oftewel Burn Baby Burn. En dan, dat is ook Burn, vuurwerk, Burn. En dan gaan we in ieder geval zien of we dan hier kunnen winnen. Het zou natuurlijk erg fijn zijn. Blazekit is wat dat betreft wel fijn. Je krijgt natuurlijk een stukje armor, je krijgt een wapen, je krijgt meteen blazes. Dus, en je krijgt eten, dus wat dat betreft, de kit is helemaal compleet. Oké, dit is een hele slechte klikronde. Maar het maakt helemaal niet uit. Wij rennen gewoon naar ons vertrouwde oude haasje. Met onze... Hey! What the hell? Hey! Dat is even normaal. Oké, we rennen er niet heen, joh. What the freaking hell? Oké, iemand zit sowieso achter mij aan. Oh my god. Dit is echt niet gezond, sommige mensen, joh. Die zijn meteen zo van... Oh, ik heb een wapen, ik moet kills. Ik heb zoiets van, durf chill. Doe ik er ook nooit, man. Oké, dat lieg ik, maar... Hij is bij me weg. Mooi zo. Ah, rustig een kist kunnen we openen. Zonder dat we in elkaar gemapt worden. Wat fijn. Komt water uit dan, jongens. Kom maar. Wat, jij of jij? Hey! Oh my god, waar de freaking hell ben ik in godsnaam mee bezig. Maar dit is sowieso niet eerlijk. Dit is niet eerlijk. Dit is... Dit is zo gemeen. Wat krijg ik voor kit? Oh, mijn Blazekit. Dit is zo ontiegelijk gemeen. Ik heb er helemaal niks meer staan. En ze gaan gewoon zweten. Oké. Hop, hop. Paadje in galop. Hop, hop, hop. Oké dan. Hallo, hier zit iemand. Hallo, doe je wel een fire with me? Or no? Hallo, meneer. Even doorrennen. Woehoe! Oké, ik weet dat ik eigenlijk hier de andere loot ronde of via de andere manier moet lopen, mensen, om het dak op te komen. Ik weet het, maar ik ben hier nooit, tot nu toe nog gewoon aan gewend. En ik vind dit gewoon tot nu toe nog erg makkelijk om te doen. Dit moet in één keer goed gaan. Oké, ik ben niet veilig. Goed. Oh my god, dat hebben we net een massa dat we dit nog hebben overleefd, zeg. Wauw. Oké, die uit, die aan. Oh nee, wacht zo. Oké, flikkeren we die bottle op de grond. We wachten hier even een klein beetje op wat HP terug te krijgen. Want ik was een beetje low. En we hadden natuurlijk nog steeds dat team, dus wat dat betreft, ja. Smelly Stone Eggs. Wauw. Waarom nou weer smelly? Oké, leven nog maar 4 mensen. What the hell? Oké, wacht, ik moet nu nog wel even wat actie gaan maken. Oh. Ja, oké, dit ging goed. We moeten... Leven nog 2 mensen. Oké dan. Helemaal leuk, man. Ik tegen jou, man. Hey, probist. Ik ben vecht, mijn jong. Hey, kom eens aan me hier, jong. Gek. Waar is die? Where are you? I wanna fight. Oh, daar is die. Hello, sir. Today is the day we meet and we will fight. Hey! Oh my god, dit ging niet helemaal als gepland. Nah, GG. Ik ben wel tweede geworden. Dat is wel iets positiefs, maar dit is natuurlijk slecht. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet alsjeblieft om een like aan te klikken. Vergeet ook op abonneren te klikken. En leg het in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal morgen te zien bij aflevering 3 freaking 100. Later, mensen.